Hoi. Hi. Welkom, we zijn vandaag in Zutphen op en we hebben een interview samen. Ja, wat leuk. Ja, klopt, ja. Leuk. Ja. Gezellig, hè? Ja, zeker. Het is hier hartstikke gezellig. Nee, dat klopt. Ik ben Susanna. Ja, een mooie naam. Dankjewel. Ja, aangenaam. Ik vind dat je er ook leuk uitziet vandaag. Ik heb mijn best gedaan. Ja, ja, zeker ook mooi. Ja. Ja. Ja, fijn dat het goed gaat. Nou, ik weet niet of het goed gaat, maar ik doe mijn best. Ik vind het hier heel gezellig. Ja, station. Ja, ja. Top 3 mooiste steden van Nederland? Ja, nou, nummer 1 is natuurlijk Utrecht. Daar ben ik zelf. Daar werk ik zelf. Nummer 2 is Zwolle. Daar ben ik geboren. En ik ben de laatste tijd ook wel fan van Rotterdam. Ja. Rotterdam is wel echt heel mooi, hè? Nou, ja, ik weet niet of Rotterdam mooi is, maar het is wel interessant. Ja. Ja, zeker. Als jij de koningin bent van Nederland, wat zou je dan willen veranderen? Ik zou veel en veel meer muziek in de zorg willen hebben. Dus dat is ook mijn eigen werk. Ik ben componist en ik schrijf muziek voor patiënten. Voor en met patiënten, psychiatrie. En het is gewoon heel erg belangrijk dat we meer muziek en meer kunst gebruiken om na te denken over problemen in de samenleving. En dat zou ik als allereerste doen als ik koningin van Nederland ben. Ja, dat is wel. Ja. Wat, nou, dan wil ik wel even vragen, wat vind jij daarvan, als ik dat zou zeggen? Ja, dat mag zeker. Ja, ik vind het wel een mooie baan, ja. Ik vind het heel leuk te doen. Ja, ik vind het heel leuk. Het is ook heel spannend, want je weet nooit wat er gebeurt. Want ik bepaal zelf niet hoe de muziek gaat klinken. Dat bepalen de mensen, de patiënten, zeggen. Dus dan zit ik achter de piano. En dan laat ik hem luisteren, waar wil je dat het naartoe gaat. Dus eigenlijk, zij maken wel de muziek. En het is elke keer weer een verrassing waar het naartoe gaat. Ja. Ja. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd naar, want jij houdt ook van muziek maken, toch? Ja. Ja. Wat vind je het leukste te doen? Ja, bijvoorbeeld eigen rap schrijven. Ja. Ja. Optreden schrijven. Ja. Ja. Verstaan. Ik vraag me af, wat doet het dan met jou? Ja, ik voel me dan wel beter bij. Word je net rustiger? Ja. Ja. Misschien een kleine schoonmaak maken. Ja. Oh ja. Ja. Maar ook wel een mooie album maken. Ja, dat is vet, ja. Hè? Ja, ja, dat is wel vet. En meer ook trots op. Ja. Ja. Nou, dan nog één ding, want jij staat hier. Ik heb jou nu net gevolgd op Instagram, hè? Jij kan mij ook volgen op Instagram. Ja. Onder Susanna Bloem. Ja, dankjewel. Ja, toch? Ja. Heel erg bedankt. Ja, jij bedankt. Ja. En zou je nog wat willen toevoegen aan de vlog? En aan wie zou je SOS willen doen? De groetjes. Ik doe zo de groetjes naar jou. Ik doe de groetjes aan mijn zusje. Ja, lief. Ja. En zo naar de cameraman ook, heel erg bedankt voor het filmen. Dankjewel. Alsjeblieft, alsjeblieft. En een fijne dag. Fijne dag voor iedereen. En mag ik ook nog een keer een video plaats? Ah, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, heel veel succes met alle vlogs. Ah, bedankt. Hoi. Hi. Welkom, we zijn vandaag in Zutphen op en we hebben een interview samen. Ja, wat leuk. Ja, klopt, ja. Leuk. Ja. Gezellig, hè? Ja, zeker. Het is hier hartstikke gezellig. Nee, dat klopt. Ik ben Susanna. Ja, een mooie naam. Dankjewel. Ja, aangenaam. Ik vind dat je er ook leuk uitziet vandaag. Ik heb mijn best gedaan. Ja, ja, zeker ook mooi. Ja. Ja. Ja, fijn dat het goed gaat. Nou, ik weet niet of het goed gaat, maar ik doe mijn best. Ik vind het hier heel gezellig. Ja. Station. Ja, gezellig. Ja. Ja. Top 3 mooiste steden van Nederland? Ja. Nou, nummer 1 is natuurlijk Utrecht. Daar ben ik zelf. Werk ik zelf. Nummer 2 is Zwolle. Daar ben ik geboren. En ik ben de laatste tijd ook wel fan van Rotterdam. Ja. Rotterdam is wel echt heel mooi, hè? Nou, ja. Ik weet niet of Rotterdam mooi is, maar het is wel interessant. Ja.
derde cultuurmoment van Nederland. Wat zou je dan willen veranderen? Ik zou veel en veel meer muziek in de zorg willen hebben. Dus dat is ook mijn eigen werk. Ik ben componist en ik schrijf muziek voor patiënten. Voor en met patiënten, psychiatrie. En het is gewoon heel erg belangrijk dat we meer muziek en meer kunst gebruiken om na te denken over problemen in de samenleving. En dat zou ik als allereerste doen als ik koningin van Nederland ben. Ja, dat is wel. Ja. Wat, nou, dan wil ik wel even vragen, wat vind jij daarvan, als ik dat zou zeggen? Ja, dat mag zeker. Ik denk, het is wel een mooie, baan, ik vind het heel leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Het is ook heel spannend, want je weet nooit wat er gebeurt. Want ik bepaal zelf niet hoe de muziek gaat klinken. Ik bepaal de mensen, de patiënten, zeggen. Dus dan zit ik achter de piano. En dan laten we luisteren, waar wil je dat het naartoe gaat. Dus eigenlijk, zij maken wel de muziek. En ik, het is elke keer weer een verrassing waar ik naartoe gaat. Ja. Ja. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd naar, want jij houdt ook van muziek maken, toch? Ja. Ja. Wat vind je het leukste te doen? Ja, bijvoorbeeld eigen rap schrijven. Ja. Ja. Op te leven schrijven. Ja. Verstaan. Ik vraag me af, wat doet het dan met jou? Ja, ik voel me dan wel beter bij, misschien wat rustiger. Ja. Ja. Misschien een kleine spullen maken. Ja. Oh ja. Ja. Mag ook wel een mooie album maken. Ja, dat is vet, hè? Ja, dat is wel vet. En meer ook trots op. Ja. Nou, dan nog één ding, want jij staat hier, ik heb jou nu net gevolgd op Instagram, hè? Jij kan mij ook volgen op Instagram, onder Susanna Bloem. Ja, dankjewel. Ja, toch? Ja. Heel erg bedankt. Ja, jij bedankt. Ja. En zou je nog wat willen toevoegen aan de vlog en aan wie zou je echt zo willen doen? De groetjes, ik doe zo de groetjes naar jou. Ik doe de groetjes aan mijn zusje. Ja. En zo naar de cameraman ook, heel erg bedankt voor het filmen. Dankjewel. Alsjeblieft, en een fijne dag. Fijne dag voor iedereen. En mag ik ook een knopje geven? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, heel veel succes met alle vlogs. Bedankt.